De automobilist die woensdagmiddag om het leven kwam bij een verkeersongeval op de Lauwerszeewei is een 34-jarige man uit Leeuwarden. 'Smiddags tegen 3 uur kregen de hulpdiensten een melding van een ernstige aanrijding op deze weg. Ter plaatse werd een zwaar beschadigde auto aangetroffen en een gekantelde vrachtwagen geladen met puin. Een deel van de lading lag op de rijbaan. De bestuurder van de personenauto bleek reeds te zijn overleden. De 30-jarige chauffeur van de vrachtwagen uit de gemeente Dongeradeel is gehoord over het ongeval. Hij raakte niet gewond.